In deel 6 van het werken met Digital Photo Professional van Canon gaan we het hebben over het kopiëren van recepten, het opslaan van recepten en het exporteren van foto's. Goed, um, we beginnen met uh, recepten en ja, wat zijn dat eigenlijk? Nou ja, wanneer je een rolfoto uh, voor je krijgt, dan uh, wil je daar iets aan optimaliseren. Die foto's zijn vaak niet heel erg verschermd. Er zit, verscherpt, er zit niet veel hoog contrast in. Uh, de kleuren zijn wat gematigd. Dat is het, toch wel het voelen van roer. En aan de hand daarvan kun je ze naar eigen smaak, om het maar zo te zeggen, uh, verbeteren. Uh, goed, uh, dat hebben we met deze foto gedaan. Uh, dat, die hebben we ook gebruikt in deel 5. En dat is een landschap. En om het verschil te zien tussen voor en na. Ja, dan is dat vrij... Uh, Vrij dramatisch, nou ja, dramatisch, uh, vrij fors. Uh, je ziet een wat nevelig beeld, laag contrast. Nou, dat gaat ten koste van detail, dat gaat ten koste van kleuren. Uh, hebben we een, in DPP een plaatje gemaakt wat er rechts uitziet? En dat is, ja, is toch wel vaak voor heel veel mensen een stuk meer aansprekend. Uh, uh, dit soort kleurtjes en contrast is niet voor iedereen uh, het, wat hij wil. Maar goed, het is op zich een, een manier om een foto wat meer aansprekend te maken. Goed, wat we hier allemaal gedaan hebben, we hebben de, de, de helderheid, kleuren, contrast. We hebben nog even gespeeld met uh, het kloonpencil om, om allerlei vlekjes weg te werken. En we willen dit recept ook gebruiken op de volgende foto, en dat is deze foto. En je ziet, het, die, die leidt aan hetzelfde probleem. Hij heeft wat laag contrast, je ziet hier een grote vlek zitten. En goed, dan, dan zou je dus alle handelingen opnieuw kunnen doen, maar je kunt het ook als volgt doen. Je doet Ctrl Shift. Kopie, Ctrl-Shift-C. Je gaat naar de volgende foto en je doet Ctrl-Shift-V. Dat is precies zelfs wat je in Lightroom doet. En dan, dan zie je dus dit gebeuren. Alle settings van de vorige foto worden nu ook toegepast op deze foto. Je ziet alleen, uh, er is een, een kleine maar. Uh, je kunt bij Lightroom aangeven welke settings daar je mee wilt kopiëren. Dat kan bij DPP niet. Dat is wel jammer. Maar goed, op zich is ook geen ramp. Uh, wat wel kan, is dat je, uh, dan moet je dus even terug naar het crop tool. om te zeggen: van nou in dit geval staat die horizon wel een beetje recht. Dus dat had het zo moeten. Uh, en mag die wel wat lager voor mij, zo het kader. ja, dan, goed, dan zie je, uh, dan staat het beeld wat beter in het midden. En uh, nou, eigenlijk heel simpel. Je ziet hier, de vlekjes zijn ook grotendeels weggewerkt. Je ziet er nog wel een paar die ik niet weggewerkt heb. Maar goed, die grote vlek, die punt, die ben je kwijt. En uh, ja, dat, op zich ben je dan al heel end, want dan kun je dat dus uh, snel van de een op de andere foto doen. Volgens mij kun uh, je kunt ook het recept opslaan als bestand, dus Save Recipe. Dan is het Ctrl Alt S. En wanneer je dan dat recept een jaar later wil gebruiken op een Lancerfoto met dezelfde ja, uh, verbeterpunten, dan, dan doe je Ctrl-Alt-V en dan roep je dat recept op en dan kun je dat weer toepassen. Dus je kunt ook die recepten los opslaan. Wat, wat, wat er verder met die recepten gebeurt, is op het moment dat ik van de ene map, hè, ik sta nu in een map, uh, dat heet uh, 2018 01 29 clone, en ik ga nu naar lenscorrecties, dan vraagt DPP van, hey uh, je gaat van map veranderen, maar wil je de, Aangepaste foto bewaren. Nou, in wezen bewaar je niet de aangepaste foto, want dan dat CR2-bestand, daar gebeurt helemaal niks mee. Maar wat je gaat doen, is je gaat die recepten bewaren die, en die, wordt, die zet die in het rolbestand. Dus, dus niet uh, als losse XMP'tjes. Hè, dat, dat zie je bij Lightroom, zou dat kunnen gebeuren, of in een catalogus. Nee, hij zet het gewoon in het bestand. Dus open je dit. Bestand bewerkt in een andere versie van DPP op een andere computer. Dan zal hij dus die bewerkingen meteen zien. Daar hoef je niks, niks voor extra's voor mee te doen of extra's te doen. Wordt gewoon gedaan. Nou, en ik zeg hier yes to all. En dan zegt hij, nou wacht even. Dan slaat hij het op en dan opent hij die nieuwe map. Ga ik weer terug naar die oude map. Dan, of uh, naar die vorige map. Dan zie je dan, dan laat hij het zien zoals het was. Ja, zoals, je het, zoals je het aangepast hebt, dus prima. Zou je nee gedaan hebben? Ja, dan zag je dus weer de oorspronkelijke foto. Dus je moet wel op ja klikken wanneer je bewerkingen gedaan hebt, anders ben je je bewerkingen kwijt. Goed. Um, nou ja, dat is dus eigenlijk opslaan. Je kunt kopiëren recepten, je kunt recepten opslaan. Maar nu, die foto die wil je gaan gebruiken in, in, uh, ja, op je website of je wil er een print van maken vanuit een ander programma of noem maar op. Uh, iemand die vraagt erom van hé, hey, ik wil dat als stiftje. Hoe doe je dat dan? Nou, dat kan op twee manieren. Met file convert en save, dat is Ctrl D. Ze doen het dus niet exporteren, maar converteren is misschien al een betere naam. Uh, ctrl D. Wanneer ik daar zo klik, dan, dan zie je hier wat, wat mogelijkheden. Ja, uh, je kunt uh, sowieso gaan kiezen voor een JPEG, uh, een TIFF, een 16-bit TIFF. Je kunt. TIF en JPEG tegelijk doen en dan op 8 bits en 16 bits. Bijvoorbeeld dat 16 bits verhaal, hè, dus TIF 16 bits, dat zou je kunnen doen wanneer je zegt: Nou, ik wil die foto die ik nu hier heb, die wil ik nog wat, wat verbeteren in, uh, in Photoshop Elements bijvoorbeeld. Ja, dan kun je daarvoor kiezen, dan zit al die, heel die kleurruimte is dan groot genoeg en die, die, die bitdiepte is groot genoeg om alle raw informatie te bevatten, dus dan kun je daar lekker aan de slag gaan. Maar meestal kies je gewoon voor JPEG. Nou, JPEG weten we ondertussen, die kun je de kwaliteit instellen. En nou ja, 9 of 10, dat is meestal goed. Resolutie, ja, dat mag je instellen zoals je wil. Uiteindelijk gaat het om het aantal pixels. En je zegt hiervan: Nou, voeg maar een ICC-profiel toe. En alle informatie van de foto. Je kunt ook zeggen: Nou, gooi alle foto-informatie eruit. Niemand hoeft te weten met welk diafragma of welke camera ik dat gemaakt heb. En wanneer je dan zegt: opslaan, ik zal hem even het bureaublad zetten. Ja, dan krijg je dit dialoogvenster en dan heeft hij de foto opgeslagen. Nou, dat doe je wanneer je dus, ja, met één foto uh, werkt. Wanneer je twee foto's hebt, dan moet je die in de, in de filmstrip selecteren. Ik heb nu twee foto's. Nu kun je beter doen file batch process. Dus ctrl B. Dus je hebt Ctrl D voor één foto, Ctrl B voor meerdere foto's. Dan zie je hier de foto's staan die, uh, die ik geselecteerd heb. Dus 4016, uh, 4017. Je geeft aan van nou waar, waar moet het naartoe? Nou dan zeg je van nou ik wil naar desktop. Uh, wil je nog een aparte foldernaam hebben? Nou goed, dus doen we het even in een andere map. Want dan zou het dus uh, misschien wel zo kunnen zijn dat hij mijn vorige bestand overschrijft. Ook hier geef je resolutie en dat soort dingen op. Uh, je kunt, uh, dat is dan wel weer het voordeel van, van Batch. Je kunt een, alles renameen, dus je kunt er een, een string aan toevoegen. In dit geval DPP. Ja, dan zie je dat het uit DPP komt. En je kunt eventueel ook nog aangeven in welke software moet die, die foto geopend worden. Nou goed, dat, dat is een, een optie. Maar in ieder geval, wanneer ik nu op Execute druk, dan zie je hetzelfde dialoogvenster onder per foto en boven de totale voortgang. En goed, dat is nu afgerond. Dat, is, dat gaat redelijk vlot. Ik denk niet dat het veel langzamer of sneller gaat dan, uh, dan in Lightroom. En wanneer je nu hier Exit doet, en je zou in die map gaan. Ja, dan vind je dus die twee foto's. Dus tot zover het, het kopiëren van recepten van de een of de andere foto. Het opslaan van recepten voor later gebruik. En uh, het, het converteren, exporteren van één of twee foto's of één of meerdere foto's naar een map als JPEG of als TIFF. Zodat je ze voor externe doeleinden kunt gebruiken. Uh, tot zover deel 6 van werken met Digital Photo Professional.